Hier zien we een jongere. Dit exemplaar is ongeveer 20 jaar oud. Let vooral op de vacht van het mannetje en de kleurpracht van het vrouwtje. Die jongere is de hele dag met één ding bezig. Mobiel internetten, oftewel appen, Instagrammen, Snapchatten, Facebooken en Vine natuurlijk. Maar vooral crap kijken. Crap is de verzamelnaam voor dit, dit, dit en dit. Het is onmogelijk om tussen een jongere en zijn crap te komen. Al helemaal met reclame. If you ain't talking money, I don't wanna talk. Highbeat jongeren, retensnel 4G, gigaveel data, enzovoort, enzovoort. Superhandig, voor crap, dus. Maar hoe vertel je ze dat? De uitdaging, maak high relevant voor de crap-loving jongeren. Oplossing, morecrap.nl. Een wereld die met wiskundige precisie aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Een tsunami aan crap. 12 uur van de allerbeste crap van het internet. Inclusief dansende katjes, laserstralen en soortgenoten met pijn in het kruis. Jongeren hoefden er alleen maar in te plonzen. Een soort ballenbak met crap. En high was erbij. Met native banners. Zoals deze bijvoorbeeld. Meedoen is leuker dan kijken, dus hielden we ook een wedstrijdje van een week. Door hashtag MakeCrap te gebruiken op Twitter, Vine of Instagram deed je meteen mee. Simpeler kan niet. De jury, crap-legende van de Lage Landen, Kakhiel. Die spoorde je aan en gaf je hoogstpersoonlijk tips op je mobiel waar je meestal niks aan had. Je kon de meest crappy prijzen van het internet winnen, zoals 20 liter potgrond, 2 wandelende takken inclusief terrarium of een boterham met pindakaas eten met Kakhiel zelf. Was dit al? Ja. Resultaten. In een actieperiode van slechts 7 dagen kwamen er meer dan 50.000 jongeren even kijken. En ze bleven kijken. In een week tijd werd er 7,2 miljoen seconden crap gekeken. De actie werd gedeeld op blogs en social media. De wedstrijd zorgde voor een extra golf aan crap vanuit de doelgroep, die ook weer kon worden gedeeld. 1 inzending schopte het zelfs tot de dumper top 5. En de door Kakhiel opgestelde algemene voorwaarden werden massaal gelezen en gedeeld. Het aantal online conversaties rondom de campagne steeg met 150%. 98% van alle berichten over hashtag MakeCrap kwam uit de doelgroep zelf. Dat is buzz. Dus, als je van crap houdt, hou je van high. Doei!